In mijn nieuwe studeerkamer staat een schip. Ik kreeg dat bij mijn afscheid van Arnemuiden, 2 jaar geleden. Als een blijvende herinnering aan de 7 jaar dat we als gezin en als predikant aan deze gemeente verbonden waren. Een hoogers. Voor de kenners, het is een Arnemuids schip. Wij woonden ook aan de Hoogaars. Een vissersschip. Want ja, Arnemuiden is tenslotte een vissersplaats. En u weet vast wel, gemeente, we zagen dat ook net in de schriftlezing, de Bijbel, dat er een of andere wonderlijke link is tussen het evangelie en de visserij. Misschien dat dat ook wel de reden is dat het woord vaak juist in vissersplaatsen zo'n ingang heeft gekregen. Katwijk, Urk, Arnemuiden. Bijzondere link. We hebben het net gelezen, hè? Jezus' discipelen waren vissers. Jezus vaart in een vissersschip. En u weet misschien ook wel, een van de allereerste christelijke symbolen in de vroege kerk was een vis. Ichthus in het Grieks. Ik herinner me in de tijd dat ik in Sliedrecht stond, dat er zelfs een viskraam was, die zo heette, Ichthus. En dat was niet alleen maar omdat die eigenaar vis verkocht, maar daar bedoelde hij iets meer mee. Want ichthus, gemeente, het Griekse woord voor vis, is eigenlijk een belijdenis. Een belijdenis over de Heer Jezus. Ja, want als je die letters losmaakt, ichthus, dan krijg je I-C-H-T-H-U-S. Jezus Christus Theou Huios Soter. Jezus Christus, Zoon van God. Redder. Zaligmaker. Afgekort dus, ichthus. Dus u ziet, gemeente, Jezus, het evangelie, heeft alles te maken met visserij. En dat zien we ook vanmiddag in het gedeelte waar we met hulp van de Heer een ogenblik bij stil willen staan. En waarmee ik me vanmiddag in deze dienst van intrede aan u als gemeente mag verbinden. De geschiedenis van de wonderbare visvangst. En ik zei al, ik heb daarbij een tweetal gedachten, een tweetal aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op een wonderlijke opdracht. En in de tweede plaats letten we op een veelzijdige les.